Het net loopt vol en dat schreeuwt om oplossingen. De hamvraag luidt: hoe kunnen we slimmer onze energie in goede banen leiden? En daarom vraag ik onze gasten: net niet of net wel? Ja, op dit moment is het denk ik voor de mensen die op de wachtlijst staan in ieder geval net niet. Maar de kunst is dat we dat de komende tijd gaan ombuigen naar de net wel. En ik werk voor TNO en daar werken we onder andere ook aan innovatieve oplossingen, waardoor je dat net nog iets beter en effectiever kan gebruiken. Dus ik hoop dat we met z'n allen natuurlijk ook door verzwaren het naar net wel kunnen ombuigen.